Yo mensen, vandaag een nieuwe video. Vandaag deel 3 van Thomas 566 project. Inmiddels hebben we in de vorige video hadden we de unboxing van alle onderdelen. En nu gaan we de onderdelen monteren op de Thomas. We gaan meer olie in de tank doen. We gaan even ook klaar staan al. En we gaan natuurlijk de cilinder monteren. Dus daar gaan we nu mee beginnen. We gaan ons even de bron even tegen de muur, dan zit het zo wel makkelijker aan. Cilinder klaarmaken is helemaal niet zo moeilijk. Ik heb eigenlijk alleen wat olie nodig en tapeindjes dat ik ga gebruiken en wat kopervet. Het wordt echt een aanrader als je een garage hebt, gebruik kopervet. Kopervet is gewoon het zorgen dat alle boutjes daar in de wiel los staan. Dus we pakken de cilinder. We gaan de membraan monteren. We gaan tappeindjes hierin draaien. Dus we draaien deze eruit. We hebben niks meer aan. Ik heb geen zin om daar heel moeilijk mee gaan doen. Ik zal ze scheef indraaien, heb ik geen zin. Dus deze bewaren we. Je kan ze ook weggooien. Het ligt er maar net aan wat je wilt. Hè. Een stukje of een ander iets in. Pakken we tabbeentjes. Smeer je kopervet op. Tabbeentjes. Zijn goed. Heb ik altijd een goede manier. Pak ik twee woordjes. Deze. Dan draai je ze eerst met de hand helemaal in. Zie je dat? Vooral wat ik nu doe. Draai ze eerst met de hand eromheen. De korte kant moet erin. Soms, het is niet op de manier wat ik het doe. Volgens mij niet, want er zitten nieuwe tapeindjes in. Dus nieuwe tapeinden nemen we gewoon een nieuwe tap erin. Ik heb er weer eentje van. Koopbevet zat er al in. Dat wil je dat weten. Die komt het. Met het membraan monteren. Membraan gaan monteren. We hebben een voorbeeld nodig van de andere Thomas. Aangezien er een rubberen wicht tussen zit. Zo, daar staat de Thomas. Dan gaan we nu even naar de membraan bekijken. Ja, de cilinder zit bevestigd. Als je daar kijkt, zie je het membraan zitten. Hier zo. En hier zit het membraan. Er zit een wichtje tussen en er moet een pakje tussen. Aangezien dat is zo met Thomas jongsters, er moet een lichtje tussen, anders past de kapiteur niet en dan gaat hij niet goed passen. Gaan we naar de andere kant kijken. En dan zie je daar een wig zitten. Zie je, dit is een stuk rubber. Wat aan de andere kant niet zichtbaar is, is hier wel zichtbaar. Dus die moeten we gaan nadoen. Precies zo moet de slinger erop. Precies met het lichtje en het membraan zo. Dus we gaan nu het membraan monteren. Met de wig erbij. We hebben iets heel moois. Dit is, en als je dit ziet, oeh, dat is mooi. Oeh. Paulini racevonkjes. En dan pakken we de wig. Oude membraan. Dat is niet zo mooi meer. Als je hem wil hebben, moet je het zeggen. Mag je ook wel ophalen. Dat is gratis. En dit is de wig. Dit is de cilinder. Zit erbij een toomasje. Zo op. Gaan we nu als eerste gaan we even kijken weer naar het toomasje. Pak neem ik een cilinder mee. En dan ga ik eventjes kijken. Eerst moet het membraan erop.
dan moet de wig erop. Dus we gaan nu even het membraanpakketje openen. Pakken we een borstdoekje, want ik wil niet dat de schade raakt. Dus dan gebeurt dat niet, maar ik wil niet dat de kastjes opkomen. Ik wil het mooi houden. Eerst de membraan. Dan halen we alle boutjes eruit. Zo, oppassen hoe je het eruit draait. Dit uiteraard. Eén pakking. De rest van hier en je draait de boutjes eruit. Dat hou altijd. Dus we gaan nu een fotootje maken ervan. Hoe ze erin zitten. Dus zo zitten ze erin. Twee, hier de kleinste. Hier net wat groter. Hier ook net wat groter. En daar groter. Dus zo zit het in elkaar. Mocht ik het vergeten, staat altijd op video. En dan weet je altijd nog hoe je het moet monteren. Dus we gaan nu dit eraf draaien. Dan haal ik het ook naar een andere. Deze moet naar andere kant zitten. Deze hier. Kijk, daar. Ja, zien jullie. Zo. En daar en hier. Zien jullie het nog beter. Dus dan pakken we een pakking. De pakking leggen we erop. We gaan kijken of alle gaatjes mooi overeen komen. En nergens pitjes zitten. Zeker, ga ik even een voeler eroverheen. Hij is een beetje ruw. Dan pakken we het remreiniger en een standing mesje. Heel klein beetje remmerreiniger erop spuiten. Pak de standing mesh en gaan we het een beetje eraf halen. Niet te hard drukken, als je te hard drukt kan het mogelijk komen de pitjes in. Oh ja, en er is dus iemand op YouTube en die plaatst allemaal positieve reacties over mijn brommers. Hij heet Ruud van Eck. Hij heeft ook YouTube. Hij heeft ook heel veel. Hij heeft al 26 abonnees. Hij maakt leuke YouTube-video's. Nou, hij maakt niet video's, maar ja, hij plaatst toffe reacties. Daar ben ik wel heel blij mee. Er zijn ook vaak negatieve reacties. Daar geef ik geen aandacht aan. Dat is niet waar. Ik wil gewoon niet geloven dat ik brommers heb. Pakken we een pakketje, die leggen we erop, pakken we het eraan, die leggen we erop, dat past. Oh, hij past. Nou, het ziet er heel mooi uit. Dus laten we even zo liggen, we leggen het even van de kant, maar als die valt is het pot. Dus daar de vier, pakken we het dicht. Die wit voelt als een cilinder. Zo op zit, moet de wig hier een beetje buiten zijn. Dus we gaan de wig zoeken. De wig is hier. De wig moet hier een beetje uitsteken. Kijk of dat kan. Past precies. Hier weer een pakketje. Weer opleggen. Het is de eerste keer dat ik aan zo'n membraan werk, dus een beetje hek. Natuurlijk heb ik wel even een kruisstukje nodig, als ik weet waar die ligt. Spluitstukje zoeken. Nou, we hebben het spluitstuk gevonden. Hier zit ik. Het spluitstuk moet er zo op. Zo. Even
kijken. Zo zit. Zo wijs. Hier, pakkingetje. Hier moeten. Hadden we nog een pakking nodig? Dit. Dus we pakken nog een pakkingetje erbij. We pakken nog een topsetje. Het zijn behoorlijk moeilijke dingetjes om allemaal te doen. Zo, op. Pakken we de pakking. Pakken we eerst iets om te steunen. Een stoeltje. Zo, leg deze erop. Erop. Leg deze erop. Dan gaan we deze erop. Deze erop. Pakken we een inbusje om het vast te draaien. Het wordt echt een, ik hoop dat hij goed wordt. Ik hoop dat hij überhaupt loopt. Anders doe ik het helemaal voor niks. Want van de slinger ook. Ook worden ingevoerd met 2-takt olie. En alle moet ingevoerd worden met olie. Als je heel veel olie gebruikt, de eerste paar keer als die niet aangaat, dan heeft hij geen menging. Dan heeft hij eigenlijk nog weinig zin. En als je dat hebt, dan kan je mogelijk een vastlopen krijgen. Ik gebruik met raketten toestrookolie. Ik gebruik om de cilinders in te olie. Gebruik ik gewoon het olie van de Action. Het olie van de Action vind ik ook goed. Daar heb ik ook geen problemen mee. Ik heb het toch altijd. Maar het is niet goed voor je blok om het op te gebruiken. Dat raad ik echt af. Bij een poefje kan je het wel doen. Die kan je zo weer reduceren, zo is het nodig. Zit hij goed? Ja, steeds goed. Je moet er niks laten vallen.